zijn is gewoon iets wat je bent. Het is niet iets zie wat je ik er een beetje. Zie ik er een beetje. Zo ben ik. Zie ik er een beetje. Knap zo ben ik. Punchlines en realiteit. Daarom heb ik de hardste lijns. Terwijl zijn hele 16 gaat over hoe hard ze bars wel niet zijn. Yo, who the fuck cares? Zo net Obama. Zo chill is Mark, hoe spreekt en zetbaar. Hij kan terecht bij Iftar, maar ook de kroeg. Ik ben op de hoek met Genever. Borrel, voordelig, maar wel volledig. Elke sleep op top notch kan zichzelf koning noemen. Maar Kees runt jullie en pakt al je doekoe. Ik dacht in het begin excuses aanbieden. Ik wacht van die types, maar in feite moet de koning wel. Hij is een elite, zijn familie heeft sowieso geplunderd. Dus sorry namens het koningshuis, maar ik ben een burger. Jongen, weet je nog die ophef toen iemand Amalia berichtte? De politie zou de gemiddelde mens uitlachen met je aangifte. Ik snap links niet, ze zijn zo tegenstrijdig. Geen zwarte piet meer, want iemand ging dreigen. De stekker rookt eruit bij Ramadan late night show. Maar waarom je dan zo hard te maken voor de homo's? Die moeten per se hand in hand lopen, terwijl tradities worden gecanceld. Want de kleine minderheid is toch niets. Zelfs kerst heet nu het lichtjesfeest. Waarom dan wel alles op alles zetten voor die gays? Die kunnen ook gewoon gays zijn hun eigen osso. Het is moeilijk, maar het gaat om belangen. Voor westerse begrippen is Nederland een van de meest corrupte landen. Geen sterren, maar satellieten. Trap er niet in, fuck die iPhone. Als je wakker wordt en het is er naar wat je kijkt, is jouw god niet allemaal Samsung. En who gives a fuck about boys? Of wat zijn die paga boys? Maar geen reep. Dikker dan een snicker als doet me denken aan die reep. Het gaat echt niet lekker man, dit is rampzalig. Maar volgens mij vinden zij die rampzalig. We beginnen links maar komen bij Michael Moore. Boys als Al Gore zijn zo goor. Hij gaat te ver, net een trip naar Goor. Waar is dat? I don't know man, is een dorp. Toevallig werkt hij veel met Elon Musk. En toevallig wordt de World Health Organization door Bill gesponsord. Weet je, die techneuten zijn slim maar doorgeslagen. Je ziet ook die films met kapotte aarde, half afgebroken manen. Filmmakers zijn ook artiesten die praten via een kunst en werk. Ze zijn op de hoogte van de trends. Hitler was ook super efficiënt. Dat hij in zo'n korte periode zoveel joden heeft kunnen doden. De quota was behaald, maar het was niet goed. En dit principe geldt ook voor de technologie van nu. Je kan niet eens op het plein met je klik zijn. Of iemand belt op de kliklijn. Snap je nu waarom Hitler in Nederland zo makkelijk zijn genocide kon uitvoeren? Kom hier. Je kan niet eens op het plein met je klik zijn. Of iemand belt de kliklijn. Klikklaks, je weet, het is de J-line. Kom en stuur daar de klikklaks, verspreid de waarheid.